Frank Bosman. Dan nu de plannen van het bestuur van de Vereniging Bescherming Ongeboren Kind, beter bekend als VBOK. Sinds 2010 hebben zij de preventie en zorg ondergebracht bij Stichting Sirus. Deze stichting heeft de afgelopen jaren regelmatig onder vuur gelegen, omdat zij vrouwen niet goed zouden voorlichten over abortus. Zelfs de subsidie stond ter discussie in de Tweede Kamer. En nu wil het bestuur, om deze problemen te voorkomen, VBOK volledig laten opgaan in Sirus, zodat er een heldere beeldvorming is naar buiten. En een goede voorlichting. Vanavond vergadert het bestuur met de leden over deze plannen. En in de studio heb ik Paul Lieversen, voorzitter van Christian Medical Fellowship en bezorgd lid van VBOK. Hoe is het? Denkt u dat deze plannen van het bestuur die beeldvorming gaan meewerken aan een betere beeldvorming? Het is een explosieve materie. Ja. Het is ook tegelijkertijd ingewikkeld om hier een wijze weg in te vinden. Want ik deel die inschatting van het bestuur van beide organisaties, Sirus, waar ik ook een goede organisatie vind, die belangrijk werk doet, en VBOK. Dat de onduidelijkheid die is ontstaan in 2010, na dat besluit waar ik eigenlijk spijt van heb dat er toen doorgezet is. De onduidelijkheid die toen is ontstaan, ja, hoe daar weg mee te komen. Ja. Want waarom hebben ze dan in 2010 gekozen om die activiteiten bij Sirus onder te brengen? Want daar gaan dus de vrouwen die ongewenst zwanger raken naartoe voor hulpverlening. En daar krijgen ze begeleiding, gesprekken en dat soort zaken. Nou, een van de dingen die genoemd werden is dat de naam VBOK, bescherming van het ongeboren kind, een blokkade kan zijn. Een blokkade kan zijn voor bepaalde mensen voor wie je juist graag hulp wil kunnen verlenen. Ja. Dat snap ik wel. Aan de andere kant is daardoor wel een verwarring ontstaan. Ook bij de achterban van VBOK zelf. De vele leden die toen nog iets van 80.000 waren, inmiddels veel minder, maar wel een hele trouwe achterban zijn. Die zeggen van, maar waar hoor ik dan eigenlijk bij? Want ik doneer, ik doe bepaalde sponsoracties, maar waar gaat het dan precies heen en waar wordt het aan besteed? Daar is bepaalde onduidelijkheid door ontstaan. Plus dat het VBOK-geluid ook minder duidelijk gehoord kon worden. Ondanks dat er een poging gedaan is in 2005 of zo, om dat weer even wat meer vuur te geven. Ja, en wat is dat VBOK-geluid dan volgens u? Ja, VBOK-geluid is, het is ook ontstaan als reactie op de plannen in Nederland, dat was in het begin de jaren 80, om een wet rond abortus te gaan regelen. Ja. Daar is uit protest deze beweging tegen ontstaan. Dus eigenlijk als bedoeling om de abortuspraktijk in te dammen, tegen te gaan. Ja. Dat is kort gezegd de aanleiding geweest en nog steeds de doelstelling. Ja, dat is nog steeds de doelstelling om dus... Wij zeggen dat de doelstelling is door het bestuur ook gelijk wat, je kan zeggen, verwaten door te zeggen. We willen dat wel doen, maar we doen dat heel duidelijk ook door goede hulpverlening te geven. Ja. Mensen die zich in nood voelen, ook zodanig te begeleiden, alternatieven te bieden, opvanghuizen, tienermoeders bijvoorbeeld te ondersteunen, zodat er ook wat gedaan wordt in plaats van alleen maar te zeggen, we vinden het niet goed. Ja, je kan natuurlijk alleen maar roepen van ongeboren kind moet beschermd worden, maar ga dan ook helpen. En daarom hebben ze dat, precies, alle twee die takken gedaan. Ja. Nu zijn dus die plannen om dat samen te voegen. Wat is dan uw voornaamste bezwaar dat samengevoegd wordt? Het voornaamste bezwaar is erin gelegen dat veel leden zien dat Sirus wordt gekneveld door de regelgeving, door ook de subsidie die vanuit VWS gegeven wordt, te kunnen behouden. Daarom moeten ze voldoen aan bepaalde eisen, zeg maar. Eisen die lijken op neutraal opereren. De keuzehulpgesprekken, daardoor echt nadrukkelijk ook de optie van abortus aan bod laten komen. Ja, die moet echt benoemd worden. Die moet echt benoemd worden. Ja. VBOK heeft een andere doelstelling altijd gehad. En VBOK is geleidelijk aan ook de afgelopen periode al wat uitgekleed in zijn mogelijkheden. Er was een directeur kenniscentrum. Die is op doodspoor gekomen en is nu verdwenen. Ja. Dat is iets wat niet eens benoemd wordt in de huidige stukken die vanavond besproken worden. Maar het is wel even de zaken die ook spelen. Dus VBOK is een onzichtbare club geworden. Behalve de lokale actiecomité's die er zijn. Die nog steeds bezig zijn met sponsoracties organiseren en daarmee heel veel geld genereren wat naar de VBOK gaat. Dus u zou heel graag willen dat de VBOK die stem, waar ze dus ooit mee begonnen zijn, die stem in het publieke debat over de abortus weer inneemt en zegt van wij zijn voor de bescherming van het ongeboren kind. En anders, laten we in ieder geval eerst rust nemen. Laten we niet overhaast hetzij alles uit elkaar trekken, VBOK en Sirus, of integreren, fuseren en daarmee onzichtbaar worden als VBOK.
laten we in deze situatie waarin er zoveel discussie is, eerst eens plan nul doen. Gewoon niks veranderen. Ja. Eerst eens kijken wat verstandig is om met andere partijen samen te kijken wat zowel de mogelijkheden zijn om op al de verschillende vlakken. Ja, maar u zei net al van VBK heeft een hele trouwe achterban. Is dus wel de laatste jaren geslonken, maar nog steeds een hele trouwe achterban. 40.000 leden, meen ik. Zo is het. Een hele trouwe achterban. Je kan ook zeggen van ja, maar misschien wil die trouwe achterban, die misschien al vanaf het begin af aan steunt, vasthouden aan het verleden. En ja, de publieke opinie verandert en de wereld verandert. Misschien moeten we moderniseren en zeggen van we gaan alleen maar met hulpverlening bezig. Ja, ja, de wereld verandert. Maar weet u, de opvattingen van veel VBOK-leden zijn toch zo dat abortus een slechte zaak is. Maar daar moet ik wel bij zeggen, ik kom eigenlijk nooit mensen tegen die abortus wel een goede zaak vinden. Ja. Alleen zo wordt het meestal niet besproken. Het is ook een beetje een taboe onderwerp. Maar niemand vindt het een goede zaak. Het is altijd verdrietig en naar om daarmee te maken te krijgen. Maar voor mij als christen komt er wel iets bij. Een van de favoriete passages van mij uit de Bijbel is het begin van Jeremia, het boek van Jeremia, waarin staat dat Jeremia geroepen wordt en dat gezegd wordt van voordat u uit de moederschoot kwam, en zelf staat erbij, voordat u gevormd werd in de moederschoot. Ik bedoel, u en ik, wij zijn niet zomaar een toevallig product van een seksuele handeling van een man en een vrouw. Wij zijn bedoeld, wij zijn gewenst. Ja. Nou, op die manier denken maakt dat je je moeilijk kan verenigen met het abortus doen, het doden van een afhankelijk klein ongeboren kindje, om de vele redenen die geregistreerd worden, zoals het komt niet uit financieel, de huisvesting is niet toereikend. Dat zijn overwegingen die zo haak staan op dit grotere belang. Ja. Dat is wat veel VBOK-leden toch. Ja. U bent bang dat die stem verdwijnt als dus VBOK opgaat in Cyrus. Kan het dan ook te maken hebben met de subsidie? Omdat gewoon anders gevaar is dat die subsidie wegvalt en er dan helemaal geen voorlichting gegeven kan. Nou ja, de zakelijke overweging is zeker ook belangrijk. Want Cyrus kreeg royaal subsidie van de overheid van 1,5 miljoen. Ja, dat die is al nu al tot 6 ton teruggebracht dit jaar. En in de begroting lees ik dat het voor volgend jaar het nog maar 2,5 ton is. Ja. Veel meer geld komt uit de VBOK-kas richting Cyrus. Dat is namelijk de helft van de inkomsten. De helft van de 1,5 miljoen die VBOK binnenkrijgt. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, laten we die hele subsidie weg. En dan kunnen we als VBOK Cyrus zeggen wat we willen en hoeven we niet per se te wijzen op. Ik zou zeggen, word lid en breng uw stem in. Ja, dus dat kan. Hè? De leden gaan daarover. Of... Nee, weet je, nogmaals, het meest wijze vind ik nu dat nu een discussie is. En nu het door met name liberale politieke partijen met argusogen gekeken wordt. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Ja. Zou je denken, rust. Doe even niks. Rust. Verstoor niks. Laat de wethouder zijn werk doen. Laat de wethouder. De wetgever. Nee, niet de werkgever, ik bedoel te zeggen, de staatssecretaris het werk doen. Laat de overheid gewoon kijken dat het rustig toegaat. Dat het professioneel gehandeld wordt, volgens standaarden. Ja. Goed opgeleide maatschappelijk werkende, dat soort zaken. Ja. We gaan zien hoe dat debat, de vergadering gaat leiden die vanavond op dit moment ook bezig is. Ja.